Nou, Welzaan heeft 2010 een bijzonder jaar gekend. Het is het jaar dat we voor het eerst weer een ommekeer zien in onze bedrijfsvoering en onze bedrijfsresultaten. Voor het eerst in ruim 4 jaar weer een positief resultaat behaald. En een resultaat wat voortkomt uit allerlei inspanningen binnen de organisatie. Uiteraard ook met partijen buiten ons om betere financieringsafspraken te maken. Stichting Welzaan startte in 2010 met de voorbereidingen voor halve dagopvang voor peuters in de peuterspeelzalen. De opvang is tussen 7:30 morgens tot 1:00 middags. Ouders kunnen kiezen of ze hun kind op de peuterspeelzaaltijden brengen of gebruik willen maken van de ruimere openingstijden. Op de speelzalen van Welzaan wordt gewerkt volgens pedagogische richtlijnen. De speelzalen hebben het HKZ-certificaat. Deze kwaliteitsnorm wordt jaarlijks gecontroleerd. Ook in 2010 werd het HKZ-certificaat weer gehaald. Een vrouw hier die heeft nu leren fietsen hier. Die heeft het aan haar man geleerd weer thuis. En die is vandaag voor het eerst met de fiets naar de cursus gekomen, met haar eigen fiets. Dus daar ben ik wel trots op. Ja. 10 les. En gaat het goed? Goed. Is het moeilijk? Beetje, beetje. En kom je op de fiets of kom je lopend? Fiets. Vandaag? Kom je, ja, vandaag fiets. Voor het eerst? Ja, eerst. Stichting Welzaan wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Speciale aandacht gaat uit naar groepen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor de uitoefening van deze activiteiten stimuleert Welzaan het actief burgerschap. Vrijwilligers zetten zich in om anderen te helpen om mee te komen in de samenleving. Deze activiteiten bevorderen de participatie van mensen en leiden naar scholing, werk en zelfstandigheid. 1, 2, 3, zo op de plek. Nou, ik zie nog niks. Dus even geduld. Wij vanuit de Vrijwilligerscentrale organiseren onder andere de maatschappelijke stage in heel Zaanstad. We doen dat door als een spin in het web tussen 13 scholen en 150 maatschappelijke organisaties te bemiddelen. In totaal gaat het om ongeveer 1700 leerlingen per jaar. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden door de Vrijwilligerscentrale van Welzaan geholpen om een plek te vinden in het plaatselijke vrijwilligerswerk. Hoe lang duurt dat? 5 weken. En daarna? Daarna ben je klaar, maar wij willen nog wel een keertje terugkomen. Het is gewoon niet heel gezellig. Wordt leuk ontvangen, dus. Het mes snijdt hierbij aan 2 kanten. De jongeren maken kennis met vrijwilligerswerk en de organisaties komen in contact met de nieuwe lichting jongeren die iets willen betekenen voor de samenleving. Aan de ene kant werken we natuurlijk aan de verdere professionalisering van ons personeel, dat ze hoger geschoold en beter geëquipeerd in de wijken kunnen werken. Tegelijkertijd mogen ze niet duurder worden, want de gemeente en het Rijk bezuinigen en de kostprijs staat ter discussie. Dus wij zorgen aan de kant van de bedrijfsvoering ook met name dat er efficiënter wordt gewerkt. Dus er wordt nu flink ingegrepen in werkprocessen, zowel aan de inhoudelijke kant als aan de bedrijfsvoeringskant. Om te zorgen dat uiteindelijk onze organisatie een efficiëntere organisatie is en goedkoper kan werken dan nu het geval is. Nou, toen heb ik afspraak gemaakt, heb ik intake gehad bij Emine. En daarna heb ik een training gevolgd. En nou, dan moet je nog een verklaring omtrent het gedrag inleveren. En toen ben ik gekoppeld aan Daphne. Coaching en talentontwikkeling nemen in het werk van Stichting Welzaan van oudsher een belangrijke plaats in. Bij Z2 worden vrijwillige coaches gekoppeld aan jongeren die extra aandacht verdienen. En wat is er dit jaar bereikt bij deze 2 meiden? Ik vind ze blijer geworden en veel zelfstandiger. Ze kunnen heel veel dingen zelf. Wat vind jij, Joyce? Ik ben beter in school geworden en van topo. Ik ben minder verlegen in de gesprekken. Hoe bedoel je minder verlegen? Nou, meestal durf ik niet echt veel te zeggen. Maar nu durf je dat wel? Ja.
die nieuwe manier van werken, het wijkgericht werken, wat voortkomt uit welzijn nieuwe stijl, het nadenken over het welzijnswerk voor de toekomst, doen we in Zaanstad met de ambtenaren en het bestuur van Zaanstad. Maar dat doen we ook in Amsterdam-Noord, dat doen we ook in Oostzaan, in Landsmeer en het andere gemeentes waar we ook onze activiteiten willen uitbreiden. In de dienstverlening van Stichting Welzaan hechten we er veel waarde aan dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Omdat ik erg van aquarelleren hou en daar beter in wil worden. En ook voor de sociale contacten, en dat is een beetje 50-50. Meer bewegen voor ouderen, samen een maaltijd nuttigen in het eetcafé of een cursus volgen, dat kan allemaal in de buurtcentra. Wat eten we vandaag? We eten vandaag groentesoep met lasagne, de verse spinazie en yoghurt met vruchten toe. Naast inzet op professionaliteit en kwaliteit zijn we bezig met een aantal landelijke programma's, welzijn nieuwe stijl, maar vooral ook bezig met interne cultuur te veranderen. We hebben een aantal trajecten waarbij welzijn nieuwe stijl wordt verbonden met vraagstukken rond integraal samenwerken, het samenwerken binnen de organisatie. Als we binnen de organisatie goed kunnen samenwerken, kun je ook beter met partijen buiten de organisatie samenwerken. Je kan integraal samenwerken over de grens van de eigen organisatie heen. En daarop wordt geïnvesteerd met een cultuurprogramma in het kader van welzijn nieuwe stijl. Mijn naam is Tessa en waarom vrijwilligers belangrijk hiervoor zijn, is omdat kinderen toch iets leuks te doen moeten hebben. Dat ze zich veilig voelen en altijd wat te doen hebben. En wat leren die vrijwilligers hiervan? Hoe ze kinderen moeten begeleiden, hoe ze met kinderen om moeten gaan en ja, om leuke dingen te verzinnen en organiseren. Het leren ontdekken van de eigen talenten, een zinvolle vrije tijdsbesteding, zijn de twee pijlers van het jongerenwerk. Hoeveel activiteiten met vrijwilligers draaien jullie per week? Ongeveer 7 activiteiten. Je hebt er 5 voor kinderen en 2 voor jongeren. En weet je ook ongeveer hoeveel kinderen en jongeren daarop afkomen? Ik denk een stuk of 100-120. 2010 was ook voor het personeel een heel bijzonder jaar. Het was een jaar waarin we met gecontroleerde krimp bezig zijn om mee terug te groeien met de omstandigheden van teruglopende financiering vanuit de gemeente en het Rijk. Dat doen we vooralsnog zonder gedwongen ontslagen, maar vooral door personeel te stimuleren. Natuurlijk verloop te stimuleren, mensen helpen met vervroegd pensioen, kijken of ze voor zichzelf kunnen beginnen, kunnen uitstromen naar werk voor zichzelf in de branche, maar niet meer in dienst van welzijn. Uiteindelijk helpt dat om welzijn gezonder te maken. Voor kinderen is er de jaarlijkse Huttenbouwweek, een traditie die meer dan een halve eeuw oud is. Dit evenement draagt sterk bij aan de saamhorigheid in de wijk. Leerlingen van diverse scholen leren een week lang om in een groep met elkaar om te gaan. Voor de kinderen is het een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Goedemorgen kindjes, blij je weer te zien. Wie zit er naast jou, weet je dat misschien? Mede door ondersteuning van Stichting Welzaan maken de vrijwilligers met de deelnemers dit evenement ieder jaar weer tot een groot succes. Het jaar eindigde bij Welzaan met 2 prijzen. De personeelsprijs bij Welzaan ging naar peuterleidster Diana Veldhuis, die geprezen werd voor haar betrokkenheid en klantvriendelijkheid. Dan kan dat alleen maar direct goed voor zijn. Van harte. Nou, met 2 woorden om ze thuis komen. Dat is nogal wat. En dan ook nog dit prachtige beeldje van speciaal gemaakt.